zijn aan de laatste opdracht toegekomen. Heel jammer, want het was reuze fijn om het te mogen meemaken. Ook al was het af en toe een beetje moeilijk en een beetje zwaar om met het werk te kunnen combineren en toch wel al de tijd die daarin kruipt. Dus het laatste thema waar we gaan starten is tropical. En bij dit thema denk ik aan palmbomen, aan mooi weer, aan stranden, aan tropische bloemen, aan fijne tijden. Dus we gaan een fijn kleedje maken in fijne bloemen, in fijn stof. En ik hou er wel van. Ik sta te popelen om te beginnen. Omdat het heel soepelvallend is, het is misschien iets moeilijker om te verwerken, maar het gaat een heel wijd, los zomerjurkje worden. Ik ga dus een lange, brede jurk maken. Ik had het een beetje moeilijk om te zoeken naar het model. Ik had zoveel ideeën dat ik eigenlijk niet kon beslissen. Dus ik heb iets gecombineerd en het wordt iets uit de knip van juni 2016. De voorkant heb ik patroon gebruikt van deze jurk. Maar die gaat breder worden en met een striklint van voor. En de achterkant heb ik gebruikt nummer 13. Deze gebloemde jurk. Maar ook een beetje aangepast. Dus het wordt een mix. Maar toch ja, iets voor op het strand en voor zalig zomerweer te kunnen dragen. In de zijnaad worden twee strikken meegestikt om aan de voorkant te kunnen binden. En ik wil even laten kijken hoe dat je die gemakkelijk omkeert. Twee lagen zijn op elkaar gestikt. Deze is al afgeknipt, uitgedund op de hoekjes. En het gemakkelijkste is als je die uit elkaar trekt, die twee laagjes. Dan krijg je hier een gaatje. En daar steek je de bottenkant van een potlood in. En die duw je dan door tot de strik. Helemaal doorduwen. Komt hier het uiteinde aan de andere kant weer uit. Trek het helemaal door. En dan het potlood daar weer uit. En dan is die omgekeerd. Voilà. Ik ga nu de hals afwerken. Er komt een fijn kraagje op. Dat wordt afgewerkt met een dubbel beleg. Dat zo. En overal fronsdraadjes getrokken. Alle delen die moeten aangezet worden. Dubbele fronsdraadjes. Heel belangrijk om mooie rechte plootjes te krijgen. Dan kan je tussen de twee draadjes van de fronsdraad tussen steken en heb je mooie gelijke plootjes. Het is ook belangrijk om de fronsjes goed te verdelen over heel de breedte. En dan krijg je aan de goede kant gelijke fronsjes. Bij deze fijne stof is het mooi om de zoom af te werken met een heel fijn rolzoompje met de lokmachine, net zoals in het filmpje zoals Janice het getoond heeft. De laatste opdracht is volbracht. Jammer genoeg de laatste, want het was super leuk om te doen. Ik zou nog wel even willen doorgaan, maar dit was de laatste. Wat ik erover kan vertellen is, ik heb breedte bijgecreëerd, ik heb er een strik aan toegevoegd. Hij is helemaal gevoerd met mooie blinkende zachte satijn. De achterkant heeft een plat stuk gekregen, heeft een open rug, ook helemaal gevoerd. En hij is heel lang tot op grond met een splitje aan de zijkant. De fotoshoot gaat nog gebeuren. Ik hoop op een mooi zomers strand, maar we moeten een beetje het weer afwachten. Ik heb er ook een hoedje bij. En ik heb de strik aangepast aan het stof. En er is altijd wel een goede reden om nieuwe schoenen te kopen. Zo, klaar. Heel jammer dat het bijna afgelopen is, maar het was geweldig om te doen. Daarom wil ik ook Knip Mode bedanken om te mogen meedoen. En Notenboom natuurlijk voor de prachtige stofjes die we mochten hebben. En iedereen die me gesteund heeft in al die tijd. De fotograaf die elke keer weer klaar stond voor mij. En ja, dankjewel voor het stemmen. Voor wie gestemd heeft, dankjewel. En voor wie nog gaat stemmen, ook dankjewel. Goed, dankjewel.